Hallo en welkom bij Erpskwerps Echt. We zijn een groep christenen die elke week samenkomen in Erpskwerps. Ook posten we elke zondag een nieuwe video voor een stukje geestelijke bemoediging vanuit protestants-christelijk perspectief. Zoals gewoonlijk hebben we ook vandaag 3 items voor je. We hebben een lied door Jack Couch die weer in België is. En we hebben een gebed met beelden van de natuur rondom Erpskwerps. Maar we beginnen met een overdenking door Maarten. De winter is in aantocht en voor de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis beginnen de bioscopen vol te stromen met nieuwe films en nieuwe kijkers. Hoewel veel mensen inmiddels de gewoonte hebben om te wachten tot de blockbusters op Netflix, Disney, Apple Plus of Amazon Prime verschijnen. Maar de mens is in duizenden jaren niet zoveel veranderd. Ga terug naar de tijd van de oude Grieken. En iedereen was benieuwd naar het nieuwste toneelstuk geschreven door Aristophanes, Aeschylus of Euripides. De echte blockbuster van die tijd kwam van Sophocles, Oedipus de koning. In het verhaal is Oedipus een jonge man die de stad Thebes redt van een monster, de Sphinx, door een raadsel op te lossen. Eerder heeft hij in een gevecht een andere man moeten doden die hem had aangevallen. Als beloning wordt Oedipus door de stad Thebes tot koning aangesteld en trouwt hij met de koningin wiens echtgenoot onlangs is gestorven. Lange tijd gaat alles goed, maar op een bepaald moment, en dit is wanneer het toneelstuk begint, komt er pest in het land. De mensen vragen de ziener Tiresias om inzicht en hij zegt dat de man die Oedipus had gedood de koning was en ook zijn eigen vader die hem als kind had verstoten. De vrouw waarmee hij is getrouwd is dus zijn eigen moeder en daarom is het land vervloekt geraakt. Alles gaat mis voor Oedipus en uiteindelijk verblindt hij zichzelf en vertrekt hij uit Thebes. Je kan wel zien hoe dit een ontroerend verhaal is. Het biedt drama, misdaad, intrigue, wraak, noodlot en zelfs seks. Er zijn eigenlijk 3 Hollywoodfilms van gemaakt, allemaal in de jaren 50 en 60, en een Colombiaanse film in 1996. Maar waarom is dit zo'n universeel verhaal? Er kan niet vaak voorkomen dat iemand een land redt door een raadsel op te lossen dat hem door een monster wordt voorgelegd. En zelfs in soapseries zie je niet vaak iemand die en zijn vader vermoordt en met zijn moeder trouwt. Het gaat eigenlijk over wat er gebeurt als je iets onvergeeflijks hebt gedaan. Bij Harry Potter zijn er onvergeeflijke vloeken, dingen die zo erg zijn dat er geen weg terug is. Bij rechtszaken zijn er misdaden die zo erg zijn dat alleen maar een levenslange gevangenisstraf genoeg is. Zelfs in families zijn er soms dingen gezegd waarvoor 20 jaar later nog altijd geen verzoening is. De vorige keer had ik het over Saulus, een vreselijke vervolger van de eerste christenen die in een visioen door Jezus werd aangesproken. Hij was betrokken bij de moord op Stefanus, de eerste christen die voor zijn geloof is gestorven en is dan doorgegaan door zelfs christenen te arresteren en te doden. Saulus had zelfs niet het excuus van moderne vervolgers in totalitaire regimes zoals Noord-Korea dat hij enkel de bevelen van anderen uitvoerde. Hij deed het allemaal op eigen initiatief. Ik lees verder uit het verhaal in het boek Handelingen in de Bijbel. Saulus heeft pas het visioen gehad. Saulus stond op van de grond en hoewel zijn ogen opendeed, zag hij niets. Ze namen hem bij de hand en leidden hem zo Damascus binnen. 3 dagen lang kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Nu bevond zich in Damascus een discipel die Ananias heette. De Heer riep hem in een visioen, Ananias, en hij zei, Heer ben ik hier. De Heer zei tegen hem,
Ga naar de straat die de Rechterstraat heet en vraag bij het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en heeft in een visioen een man zien binnenkomen die Ananias heet en die hem de handen oplegde om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde echter: Heer, ik heb van veel mensen over deze man gehoord dat hij uw heiligen in Jeruzalem veel kwaad heeft aangedaan. En heer, heeft hij van de hoge priesters de volmacht gekregen om iedereen gevangen te nemen die tot u bidt. Maar de Heer zei tegen Ananias: Ga, want ik heb deze man uitgekozen om mijn naam te verkondigen aan de niet-Joden en hun leiders, maar ook aan het volk Israël. Ik zal hem tonen hoezeer hij zal moeten lijden voor mijn naam. Ananias vertrok, ging het huis binnen, legde Saulus de handen op en zei: Mijn broer Saul, de Heer die aan jou is verschenen toen je naar hier onderweg was, Jezus, heeft mij gestuurd om te zorgen dat je weer zult zien en van de Heilige Geest wordt vervuld. Onmiddellijk was het alsof er vliezen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en werd gedoopt. Nadat hij had geëten, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de discipelen in Damascus en begon meteen in de synagogen te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Als wij verder zouden lezen, zouden wij zien dat veel van de christenen Saulus verdacht vonden als een nieuwe bekeerling. Hoe zou iemand die zich zo had ingezet om de christenen gevangen te zetten en te doden nu een echte christen kunnen zijn? We hoeven hier niet over te speculeren. Saulus, die later meestal zijn andere naam Paulus gebruikte, vertelt ons verschillende keren in zijn brieven wat er in hem veranderd was. Hij beschreef het ergens heel beknopt. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Op zijn simpelst gezegd is dit het verschil tussen het Griekse en het christelijke wereldbeeld. Als je nu in Europa rondkijkt, zitten we nog altijd met die twee stromingen. Voor Oedipus was er in de woorden van Sophocles en andere schrijvers geen weg terug. Vergeving is iets dat beperkt is tot op een bepaald niveau aan waarden wij dat de mens menselijk is en dat bepaalde dingen door de vingers moeten worden gezien. Maar een misdaad die dat niveau overschrijdt is onvergeeflijk. Voor Saulus Paulus was er altijd een weg terug, zelfs als hij nog erger dingen zou hebben gedaan. Niet omdat God oneindig is in zijn bereidheid om dingen door de vingers te zien, maar omdat Jezus gestorven is om voor onze zonden te betalen. Paulus schreef elders: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Ik kan jouw hart niet zien. Ik ken jouw verleden niet. Iedereen heeft geheimen waarvoor hij zich schaamt. Dingen die je nooit met een ander wil delen. Maar ik weet zeker dat wat het ook is, Christus Jezus bereid is om het te vergeven, omdat Hij jouw schuld al betaald heeft. Het enige dat je moet doen om zijn bevrijding te ontvangen, is Hem erom vragen. Dankjewel, Maarten.
Als je die bevrijding van schuld en schaamte hebt meegemaakt waarover Maarten vertelde, dan krijg je het voorrecht om rechtstreeks met God te mogen praten. Daarom nam Rita ook deze week een gebed voor ons op. Voel je vrij om met haar mee te bidden of om haar woorden rustig te beluisteren en intussen te genieten van de herfstbeelden die in en rondom Erpskwerps werden opgenomen door Christina. Heer, uw schepping is zo prachtig. Wanneer ik om me heen kijk, geniet ik van zoveel schoonheid. Dieren, bomen, bloemen, ze tonen zich in zoveel variaties. Wat zijn ze prachtig gemaakt. Het maakt me zo blij om naar dit alles te kijken en hun pracht op mij te laten inwerken. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij om als goede rentmeesters met uw schepping om te gaan. De smeltende ijskappen en de weersveranderingen veroorzaken catastrofes wereldwijd. Zoveel arme mensen, zieken, daklozen worden extra hard getroffen, want zij hebben geen reserves om op terug te vallen. U vraagt ons, Heer, om de moed niet op te geven, maar te doen wat we kunnen en goed te zijn voor mensen in nood. Want de keuzes die wij maken, goed of slecht, hebben altijd gevolgen. U vraagt ons om niet alleen voor uw schepping te zorgen, maar voor alles en iedereen wat leeft. Heer, wij willen meer naar u luisteren, betere rentmeesters worden van uw schepping, doen wat u van ons verlangt en zorgen voor elkaar. Elke juiste keuze, hoe klein ook, draagt bij tot een betere wereld. Mogen we het welzijn van de anderen meer nastreven en minder egoïstisch worden. Mogen we meer aan u en aan uw schepping denken. Dankjewel, Rita en Christina. Het verlangen om meer en meer van de bevrijding die God geeft in ons eigen leven aan het werk te zien, is iets dat ook Jack Couch sterk bezighoudt. Hij schreef het volgende lied dat hij onlangs speciaal voor ons heeft opgenomen. Als je het Engels niet onmiddellijk verstaat, stel ik voor dat je de ondertitels leest. Ik denk dat je de tekst als diepgaand en bemoedigend zult ervaren. How long and how wide and how high and how deep Jesus' love exceeds comprehending. May you claim it and feel it and live it and breathe it, the power of life never ending. Fill us and flood us with your presence, O God, with the richness of your very root us and ground us in your graciousness, Lord, till your glory is all we are seeing. And he is able exceeding abundantly, he is able exceeding abundantly, he is able exceeding abundantly more than we ask or imagine. How long and how wide and how high and how deep Jesus' love exceeds comprehending. May you claim it and feel it and live it and breathe it, the power of life never ending. Fill us and fill
flood us with your presence, O God, with the richness of your very being. Root us and ground us in your graciousness, Lord, till your glory is all we are seeing. Till your glory is all we are seeing. And he is able exceeding abundantly. He is able exceeding abundantly. He is able exceeding abundantly. More than we ask or imagine. More than we ask or imagine. By the power of his Spirit, living his glory within. Lesson. Dankjewel, Jack Couch. En dat was het voor deze week. Als er in deze video iets is gezegd waarop je wil reageren, als je ergens mee zit en ons wil vragen om ervoor te bidden, of als je eens een kopje koffie met één of twee van ons zou willen drinken en eventueel verder met ons praten over het geloof, neem dan gerust contact op. Elke donderdagavond komen we ongeveer anderhalf uur in het echt bij elkaar voor een stukje geestelijke bemoediging. We nodigen je uit om contact op te nemen als je daarbij aanwezig wil zijn. Dan kunnen we je het adres geven en uitleggen hoe je kunt helpen om die samenkomsten zo coronaveilig mogelijk te houden. Ons e-mailadres is contact@erpskwerpsecht.org. We wensen je een goede week toe en volgende zondag zijn we er weer met een nieuwe video vanaf 10 uur op YouTube en op Facebook. Dag!